Als ik nu in de spiegel kijk, dan vind ik mijn eigen haar heel mooi. Was je vroeger, toen je jonger was, blij hoe je haar eruit zag? Niet echt. Waarom niet? Gewoon omdat het zit heel vaak in de klitten, omdat ik het niet altijd kan. En ik vond het soms ook niet echt heel mooi en ik was ook soms jaloers op anderen. Vroeger deed ik er alles aan om licht haar, lang sluik haar te krijgen. En nu doe ik er alles aan om mijn kroeshaar goed uit te laten komen. Nou, de vriendin van mijn neef die was bezig met kleurboeken maken of kleurtekeningen maken. En hij wist natuurlijk dat ik, dat ik een dochter heb en dat ik daar ook wel een beetje tegenaan liep. En hij vroeg zich af van, is zij geïnteresseerd om het een keer uit te proberen? Dus zo zijn we erachter gekomen dat Latoya dit dus heeft gemaakt. En mochten wij al in het beginstadia een beetje voorproeven. Vroeger toen ik in de spiegel keek, was ik niet blij met mijn kroeshaar. Als ik nu in de spiegel kijk, ben ik trots op mijn kroese krullen. Ik was niet zo tevreden met mijn haar. Op de basisschool wilde ik ook altijd stijlhaar hebben, net als mijn vriendinnen. Ik had zelf kort kroeshaar en daar was ik niet tevreden mee. Wanneer merkt u dat zij moeite had met haar haar? Al met het uitkiezen van speelgoed of als ze een kleurplaat inderdaad inging of zelf ging tekenen. Dan prinses, dan waren het altijd prinsessen met blond haar. En dan zeg ik, prinsessen hebben ook donker haar. Het zijn ook donkere prinsessen. Dus gewoon daarin en ook een pop. Ik heb een pop voor haar. Een donker pop. Die vond ze echt lelijk. Mijn kleurboek helpt mij ook. Omdat ik zelf geen hoge zelfbeeld had vroeger. Dus die kleurboek helpt mij om mijn haar te accepteren. Dat is gewoon therapie voor mij. Dus toen ik bezig was met die illustraties, dat heeft mij gewoon echt geholpen. En het helpt me nog steeds. Dus het is niet alleen maar voor kinderen? Nee, het is niet alleen voor kinderen. Nee, klopt. Ik denk dat veel dames van mijn leeftijd, dat zij dat ook zouden willen toen zij jonger waren. En zelfs nu vinden ze het leuk. En hoe voelde u zich daarbij dat er eindelijk iets is? Heel fijn. Ik had dat zelf ook heel graag willen hebben, denk ik. Maar ik ben, als moeder leef je voor je kind. Dus ik ben echt super blij dat zij dit leuk vindt. Ik hoop dat dat een soort van bijdraagt aan een positief zelfbeeld. Dit is Lorena. Ze is 10 jaar oud. En is niet zo blij met haar haar. Kort kroeshaar, want al haar vriendinnen hebben lang en sluik haar. En dat wil zij ook. Ik vind het wel mooi om te zien hoe mensen mijn illustraties een eigen kleur kunnen geven. Dus dat zij het zelf kunnen invullen wat zij willen zien. Maar ik ben echt blij dat er zoveel verschillende haarstijlen in zitten en dat er een verhaaltje bij zit. Dus dat het echt over een kindje gaat die, niet zo fijn vindt, haar haar niet zo mooi vindt. Dat het meer diepgang heeft in plaats van alleen maar een kleurplaat. Ja, dat is mijn verhaal. Ja. Vanaf het meisje vanaf 10 jaar tot 17 jaar. Maar bij mij, ik heb niet de big chop gedaan. In het verhaal zie je dat ze de big chop heeft gedaan. Maar dat heb ik zelf niet gedaan. Maar ik vind het wel, de big chop vind ik wel heel mooi, want het lijkt op een wedergeboorte. Alsof je helemaal opnieuw begint. Veel dingen kan je niet zo echt met zo'n ander haar blond of gewoon die lang en een beetje meer zacht, snap je? En met dit is het, met mijn haar is het wel een beetje meer bijzonder.